Terwijl we geleidelijk aan merken dat de middenruimte in onszelf steeds meer positieve energie van vrede en van rust doet verspreiden naar ons hele lichaam en naar onze geest. Zijn we aangekomen op het moment dat we deze energie van meditatie delen met onze medemens. Dit noemen we meditatie over liefdevolle vriendelijkheid. We beginnen met eerst naar onszelf te glimlachen. We beginnen met eerst onszelf geluk te gunnen. We stellen voor dat de positieve energie van de meditatie ons hele lichaam en onze hele geest doordringt. En terwijl we naar onszelf glimlachen, herhalen we de gedachte in onszelf dat ik gelukkig mag zijn, dat ik vrij mag zijn van lijden, dat ik gelukkig mag zijn en vrij. We bekijken wat deze gedachte met ons doet. En soms raakt dat positieve gevoelens, positieve attitudes, positieve houdingen in onszelf op. Want ook positieve gedachten en gevoelens kunnen soms verborgen zijn. En die kunnen groeien. En dan laten we die energie van de meditatie, die voortkomt uit het midden van onszelf, zich verder verspreiden buiten onszelf. Geleidelijk aan raakt deze energie, verspreidt die verder dan ons lichaam. Naar iedereen om ons heen, die nu om ons heen zit. Of iedereen die bij ons inwoont. Die met ons samenwoont. Dat iedereen die om ons heen zit of met ons samenwoont, gelukkig mag zijn. Vrij van lijden. Of als we alleen wonen, laten we onze positieve gedachten zich verder verspreiden. Laten we deze energie zich verder verspreiden naar iedereen in onze straat. De buren, dichtbij of ver. Dat iedereen gelukkig mag zijn, zowel dichtbij als wat verder. We laten deze energie als een soort van licht heel natuurlijk, heel geleidelijk verspreiden. Met een hele zachte aandacht. Naar iedereen in onze straat en iedereen in onze wijk.
naar iedereen in onze wijk en iedereen in onze woonplaats. Naar iedereen in onze woonplaats en iedereen in onze regio. Naar iedereen in onze regio en iedereen in onze provincie. De aandacht gaat geleidelijk steeds verder, maar onze liefdevolle aandacht komt altijd voort uit het midden. Hoe ver de aandacht ook reikt. Iedereen in onze provincie en ons land, buurlanden en uiteindelijk het hele continent. Iedereen in heel de wereld, in alle uithoeken, waar dan ook, wie dan ook. Dat iedereen in de wereld gelukkig mag zijn door de energie van deze meditatie. Dat iedereen het pad naar geluk mag ontdekken. En ook dieren, zowel mens als dier. Vogels, vissen, zoogdieren. Iedereen, mens en dier, gelukkig en vrij. Gelukkig en gezond. Laat de energie vanzelf zich verspreiden. Dan worden we ons geleidelijk aan weer bewust. Weer bewust van onze zintuigen. Terwijl we nog altijd het midden in onszelf voelen. Worden we ons bewust van onze zintuigen. We worden ons bewust van het kussen of de stoel waar we op zitten. We worden ons bewust van de geluiden om ons heen, bijvoorbeeld een auto of een buurman. We worden ons bewust van ons lichaam, handen en voeten. Voordat we onze ogen open doen, staan we er nog even bij stil. Dat we altijd de middenruimte opnieuw kunnen herontdekken in ons dagelijks leven. Waar we ook gaan of staan, wat we ook doen of denken, we kunnen altijd weer opnieuw de middenruimte in onszelf voelen. Of enkel bevestigen waar we weten dat de middenruimte is. In ons dagelijks leven. En dat geeft ons kracht, helderheid en energie. En rust. Dan doen we geleidelijk aan onze ogen open. En ik sluit af met een korte zegen in de oude taal van het Pali.
Sabbe putta palapatta pace kananca yang palang arahanta nanca te jenarakang pantami sapaso sapaputta anupavena sapatamma anupavena sapasangha anupavena satasoti pakwantu te.